Maxime Bizet, we staan hier na het gelijkspel op Leuven. Jij was bijna de held van de dag geworden. Een mooi doelpunt gemaakt, maar toch gaat met één puntje naar huis. Toch gefrustreerd dan? Zeker gefrustreerd. Het is niet omdat je dan misschien de eventuele winning goal maakt, dat je dan extra gefrustreerd bent. Het is gewoon omdat we eigenlijk die wedstrijd, vanaf dat we die eerste doelpunt maken, hebben we twee kansen om de match dood te maken. En dat is iets wat dat ontbrak. En dan hebben we een doelpunt tegen. Of dat het nu een vrije trap waard was, weet ik niet. Maar dat is toch weer een beslissing die misschien slecht geïnterpreteerd werd. Ja, ons verdedigende viertal stond heel goed vandaag. Zeker centraal. Jij en Steve, heel veel werk, had heel veel weggewerkt. Maar toch dat schooltje niet veel aan te doen. Ik denk dat we gewoon fysiek heel sterk staan. Dus dat echt wel de verdienste is van de voorbereiding die we achter de rug hebben. En de manier van ons spelen ook. Dus op dat vlak ziet alles goed. Ik denk gewoon dat we komaf moeten maken dat het zo moeilijk is om een resultaat naar ons hand te zetten. Dat is gewoon een gedachte waar je tegen moet vechten. Maar het mag gewoon niet te veel in het hoofd beginnen slapen. Ja, laat ons dan even positief bekijken. Woensdag opnieuw wedstrijd, dus snel hoofdjes leeg. En ja, jij hebt goede herinneringen aan Oostende, want vorig jaar was jij wel de held toen met de 0-2. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Ja, ik denk dat het gewoon een wedstrijd is waar je eigenlijk al het goede van de voorbijgaande weken moet bevestigen. Dat dat zeker niet weggaat. En het zal tegen moeilijkere tegenstanders zijn. En als je dan nog eens eigenlijk die details naar je hand kunt zetten, dan hebben we weer progressie gemaakt. Maar deze wedstrijd moet kunnen een aantal zaken winnen. En ongeacht het resultaat is veel gezegd, maar ik denk wat er vorig jaar gebeurd is vorig jaar. En dit is een nieuwe bekercampagne en we moeten er ook vol voor gaan. Oké, veel succes Max en tot woensdag.